Stolpersteinen, we hebben er net één hier gelegd. Stolpersteinen worden in heel Europa gelegd voor de slachtoffers van het naziregime. En op de eerste plaats de Joodse vervolgden zijn weggevoerd, miljoenen. En het zijn steentjes van 10 bij 10. De bedoeling is dat mensen die zien liggen erover struikelen, stolperen in het Duits. En dat ze denken, hier heeft die persoon het laatst vrijwillig gewoond en van hier af is hij weggevoerd. Nadat er in veel steden al struikelstenen zijn gelegd, is nu ook Nijmegen aan de beurt. Hoe is de organisatie eigenlijk bij de Waalstad gekomen? Eigenlijk worden de stolpersteinen in Nijmegen relatief laat gelegd, want ze liggen al in heel veel dorpen en steden in Nederland en in heel Europa. In Nijmegen zijn voor het eerst vorig jaar april de eerste stenen gelegd, 13, in november weer 27, vandaag weer 27. En het worden er bij elkaar hopelijk een paar honderd. Er zijn in de oorlog veel Joden vermoord die in Nijmegen hebben gewoond. Voor deze mensen is dit initiatief opgestart door verschillende Nijmegenaren. Het initiatief komt van Rob Michels en mijzelf en Leo van der Munnekoff. We doen onderzoek, we hebben 3 jaar geleden een groep gevormd om die stenen te gaan leggen. Omdat er relatief in Nijmegen aan de herdenking nog niet zoveel was gebeurd. Liam van Rosmalen is de achterkleinzoon van Julius Cohen, de man voor wie dit steentje is gelegd. Dat het steentje voor een familielid wordt gelegd is natuurlijk mooi voor Liam om mee te maken. Ja, ik vind het een bijzonder moment en ik vind het ook fijn om erbij te zijn, want het is familie van mij en het speelt een grote rol in mijn familie, zeg maar. Okay. En het doet mijn oma en mijn vader ook goed, want mijn oma heeft hem gekend en zo, dus dat is wel fijn. Voor familieleden is het natuurlijk mogelijk om zelf mee te helpen, aangezien die veel van de mensen weten. Ja, want ik vind het een bijzonder verhaal eigenlijk, want het is natuurlijk de eerste Nijmeegse Jood en dat is dan mijn familie. Dus, en ook van de nabestaanden, zeg maar, die zichzelf weer hebben herpakt na zo'n gebeurtenis. Dat vind ik wel een inspirationeel verhaal.